Via de Stem van Vrijdag een artikel over de crash met het toestel van Turkish Airlines begin vorig jaar op Schiphol. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft daar nu een rapport over gepubliceerd en die constateert onder andere dat de Turkse piloten van het toestel de ramp mogelijk hadden kunnen voorkomen. Verder een artikel over 5 mei en de vraag of dat nou jaarlijks een nationale feestdag moet worden. Moet je daar dan bijvoorbeeld een andere feestdag voor inleveren? En hoe zit het eigenlijk in het buitenland? Hoeveel feestdagen hebben de mensen daar en hoeveel officiële vrije dagen? En uiteraard veel sportnieuws met als belangrijkste evenement de bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax.